Een hele goede morgen. Ja, als jullie dit zien, is misschien geen goede morgen, maar dat maakt het allemaal niet uit. Ja, we zijn weer in Disneyland, zoals je ziet. En we zijn op weg naar Buzz Lightyear Laser Blast, want meneer hier naast mij wilt wakker worden tijdens het schieten. Meneer heeft trouwens al de hele ochtend met zijn Nerf gun zitten schieten, maar het schiet, niet, het schiet niet op bij hem. De tellen geen punten op. Nee, ja, het is daarom. Ik wil nog even de aandacht vragen voor mijn lanyard. Sommigen wisten het al, sommigen hebben het al gezien, maar ik heb tegenwoordig dezelfde lanyard als Maaike. Helemaal in bellenthema. Ik heb vandaag ook een Gaston trui aan. Dus ik ben helemaal in Beauty and the Beast stijl. Ik hoop echt dat ik vandaag Gaston tegenkom. Of Belle. Of het beest, dat is nog beter. Want het is Tuesday Castor. Dus als het beest moest uitkomen tijdens het Tuesday Castor, dan breekt het beest. Ja, maar ik heb mijn teksten, hè. Dan word ik wild en dan vraag ik gewoon. Allee, dan geef ik geld aan de castmembers. 100 euro op zijn minst voor een foto met de beest. Niet genoeg. Nee, dat is waarschijnlijk niet genoeg. Maar ja, weet je, puur zwart in de pocket natuurlijk. Dus dat gaat keigoed. Anyway, ik ben klaar voor Beauty and the Beast avonturen. Sander heeft duidelijk geoefend bij zijn Nerf gun. Want wat een score had hij echt. Die verslaat ons echt. Gek. Gelukkig gaan we naar nu iets waar ik heel goed in ben. Zitten in Star Tours. Daar ben ik heel goed in. Ik ben al heel goed in zitten. Ik zit eigenlijk de hele dag. En ik ben heel goed in Star Wars dingen. En dat is eigenlijk de combinatie. En ook een heel mooie manier om wakker te worden. Zoals Sal dat zegt. Dus ideaal. Ja, Central Plaza staat nu volgevuld voor de Jungle Book Jive. Ja, dit is weer zo'n show dat ik volop ga missen als het verdwijnt in september. En vandaag heb ik toch weer even gekozen voor mijn vaste plek, Godiva plekje. Zo leuk. Ik hoop echt dat ik misschien nog een selfie kan nemen met Mickey of Minnie, die hier zo dadelijk bij komen. Woehoe. En dan, na de show, vrees ik als een gek naar de Old Mill. Want ja, daar kan een leuk karakter staan natuurlijk. En ik heb een karakter, dus dat is altijd. Dat gaat altijd goed natuurlijk. Ja, helaas is Gaston niet uit vandaag. Maar we hebben wel geluk. Er zijn heel veel prinsessen uit. Zo sta ik nu te wachten bij Cinderella. Ik heb al een afspraak bij Rapunzel. En normaal gezien staat ergens achter mij nog Ariel te wachten. Ik weet niet of ik ze allemaal de foto ga kunnen krijgen. Nou ja, Ariel weet ik niet. Het zou moeten lukken bij Rapunzel. Ja, bij Rapunzel en bij Cinderella. Maar voor de rest heb ik echt geen idee. Oh, wow. It was the most perfect morning, yeah. And now I'm here to see all of my friends. And you have the chance to see Prince Charming during the parade. Well, of course, after I'm finished here, I'll have to go and see him so we can dance on the parade. It's my favorite time of the day. Yeah, I know that. Thank you. And look, I see you're wearing my favorite color today, too. Yeah. I think it was meant to be. Should we take a photo together? Yes, please. Of course, let's make a portrait. Come on in. Yeah.
And now I know you don't have to stand like a prince. Can I take your arm? Oh, yes. Thanks. Helaas, geen meet and greet bij Ariel voor mij, maar we gaan wel samen in Casey Jr. En natuurlijk zien we dan mijn meest favoriete kasteel, dat van Beauty and the Beast. Ja, het was dus Tuesday Guest Star vandaag. De vorige keer tijdens Tuesday Guest Star. De vorige keer tijdens Tuesday Guest Star stonden we in de regen en nu op de verkeerde plek. Je kunt in je eigen denken van, goh Bert, hoe kunt jij nu op de verkeerde plek staan? Wel, ik stond hier. Terwijl dat bezig was op Main Street 7, namelijk de Tuesday Guest Star vervroegd vandaag. Hartelijk. Blijkbaar waren het José en Paquito. Dus ja, niet veel aan gemist. Allee, wel veel aan gemist, maar ik bedoel, het was niet of de Beasts of zo, maar het was. Jammer. Ja, en uit het niets zijn we hier in één keer in de Walt Disney Studios. Bij binnenkomst hadden we meteen geluk, want we stoten tegen een echte diva en een medewerkster van een film en nog een acteur en weet ik veel. Ik heb gelukkig twee foto's... En er was iemand muziek op maken. Ik heb gelukkig twee foto's kunnen nemen met de diva en met de hulp. Ik denk assistenten van de film. De filmdirectieassistenten, geloof ik dat dat noemt. Dus ja, ik had eigenlijk geluk. En nu gaan we even een ratatouille. En misschien gaat Sander voor de allereerste keer in de Tower of Terror. We zullen zien. En ik hoop dat we gaan, want dan zie ik Manuel misschien. En ik heb hem nog niet in mijn Manuel collectie. De Manuel in Tower of Terror kostuum. Die heb ik nog niet, dus ik moet mijn Manuel collectie compleet maken. Zo, dat is lang geleden dat ik hierin zat. Ga ja, lekker omhoog. Towersuit, parachute, weet ik veel. De towersuit. De parachute drop tower van Toy Story. Oh. Ja, we zijn net in de Tower of Terror geweest. De allereerste keer van Sander. Hij heeft het echt zo goed gedaan. Hij valt een beetje eng in het begin, maar... Wat zeg je? Wat zeg je? Is het leuk? Ja. Oké, het is leuk. Tuurlijk is het leuk. Helaas geen Manuel gezien, maar misschien zien we hem ergens buiten nog. Of zo, of niet. Ik moet mijn Manuel collectie compleet krijgen natuurlijk, hè. Ja, een dagje Disneyland Parijs en zeker de Walt Disney Studios kan niet zonder een bezoek aan het Animagic Theater voor Mickey and Musician. Het blijft een goede show. Helaas moeten we weer bijna afscheid nemen van die show voor een hele lange tijd. Maar we gaan er dus goed van genieten, hè. Leuk, hè? Nee? Thank you.
You see, my friend, true magic lives in our hearts. Magnifique. Echt, serieus. Mickey & Musician blijft een van de beste shows hier in het Walt Disney Studios. Ja, het is eigenlijk op dit moment ook de enige show buiten dat showtje met die acteurs en zo. Top show en zo. Vooral ook omdat de Beast erin zit. Yay! Maar serieus, dat publiek dat er zit de laatste keer. Ja, toen leek iedereen wel slaapgevallen. Dit keer heb ik geprobeerd. En ik hoop dat jullie het op de beelden gehoord hebben. Geprobeerd om het publiek een beetje wakker te schudden met applaudisseren. Ik was vaak gewoon als enige aan het applaudisseren. Maar man toch, is het tegenwoordig verboden om in Frankrijk te applaudisseren of wat? Mogen dat niet meer? Krijg je daar gastboetes voor of zo? Maar ik weet, hè, Pumba, die vergast die hele zaak, maar dat zijn geen gastboetes. Hè. Ik bedoel, dat is iets anders. Hè. Je mag applaudisseren hoor. Echt waar. Gewoon doen. Dat is leuk. Ik wil nog even kwijt. Ik vind gewoon dat ze mij backstage moeten laten. Man. Om een foto met de Beast te laten nemen. Omdat ik gezorgd heb dat er een beetje ambiance was in de zaal. Let the magic shine. Laat mij dat Beast ontmoeten voor mijn goede daad. Ja. There we go. Very well done. Is her name Johnson? I thought so. Yeah. Oh yeah, Violet Davis. Yeah, that was you. Yeah. Oh, you forgot my name. Oh, no. You forgot my name. Oh no! How could you forget your name? That you won this one. I thought you. I was on TV. Yeah. TV, madam. That's a little bit before your era. Yeah. But the silver screen was amazing. Hey, have you that gezien? Ik heb dus gewoon de Oscar mogen vasthouden van Violet Davis. Wie? Violet Davis, ja. Ze is een bekende Hollywood-actrice. Schande, schande dat wij haar niet kenden. Of niet zo goed. Maar het is echt, het is top of the bill, hè. Daar kan Marilyn Monroe... Ik bedoel, volgens mij was Marilyn Monroe de poetsvrouw van Violet Davis, hè. Ja, het is echt waar. Zo'n topactrice. Verschrikkelijk goed. Alleen en... waar de pil was toen in de buurt geweest, was dat nog een hond. Ja, maar die hond was wel heel stil. Volgens mij had Cruella die elk stiekem al vastgehaald. Maar anyway, maakt niet uit. We gaan nu richting de toiletten. Ja! Maar dan gaan we niet filmen. We gaan... Nu richting het toilet, maar daarna gaan we naar Disney Village voor de Buffalo Bill Parade. Woehoe! Yeehaw! Not yet, we get the promised! Buffalo Bill's Bravo Show, featuring the Congress of Rough Riders, is a rough and tumble romp of amazing feats, fantasy and horsemanship, presenting the very best of life in the old Wild West. Avec notre dîner spectacle extraordinaire. Relive how West was won at our unforgettable dinner show. Voici les personnages qui donnent vie à cette partie incroyable de l'histoire américaine. Here come the characters who bring this incredible piece of American history to life. Frédéric Colly, mais vous le connaissez par le surnom qu'il a gagné comme le meilleur chasseur de bison. Veuillez accueillir le légendaire Buffalo Bill. Firstly, Chief Scout of the U.S. Cavalry and Honorary Colonel of the American Army, William Frederick Colly, better known by his nickname, Buffalo Bill. He earned the name supplying Buffalo meat to the Kansas Pacific Railroad workers. Ja, en van de Buffalo Bill
parade zijn we weer terug hier in het Wilde Westen van Frontierland voor een klein avontuur in dit geweldig leuke huis. Het is hier altijd zo geestig, je kan het niet geloven. Ja, wij hopen natuurlijk dat jullie genoten hebben van het klein concert van de beelden van de Phantom Manor. Speciaal voor ons hebben ze goed gezongen, was leuk. En jij vond het niet leuk? Oeh, nee. Ik wou dat treintje. Hij vond ze steen vervelend. Ja, de dag is weer bijna gedaan helaas. Maar het kan nog leuk worden natuurlijk, zoals altijd. Net heb ik nog even high fives gegeven aan de cast van de Timons Mata Dance. Dat was heel leuk. Het was ook de cast waarbij ik een foto heb gekregen vorige trip, dus dat was heel erg leuk. En nu zijn we het wachten op de prinsesjes. Ik hoop dat ik Bel zie. Bel, Bel, Bel. Ben je er wel? Wauw, we hebben net gewacht op de prinsessen, we hebben ze ook gezien, maar ik was even perplex en ik ging, ja, het was niet Belle, het was niet om Belle, maar jullie hebben gezien dat Moana erbij was. Ik vind Moana leuk, niet, het is niet zoals Belle, maar ik vind Moana, maar het was vooral het feit dat Moana in het paars was. Why? Dat is zo ongeveer de allereerste keer dat Moana in het paars is ofzo. Wauw. Oké. Ze had dus blijkbaar een way gefind. De avond is gevallen. Dit betekent helaas ook dat het einde van onze dag gekomen is. Dus ja, de vlog is ook weer ten einde. Vonden jullie dit een leuke vlog? Steek dan jullie duimpje omhoog. En abonneer jullie. En graag tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.